Ik ga in dit filmpje uitleggen hoe je met Google Docs een enquête kunt maken. Om dat te doen ga je eerst naar je browser. Je opent je browser. In dit geval is dat Google. Je moet dus eerst je aanmelden bij een Google account. Dan meld je je aan. Dit is mijn e-mailadres. Mijn wachtwoord heeft hij onthouden en ik ga me aanmelden. Dan gaat hij mijn documenten laden. Normaal gesproken zal die op deze manier starten. Dit is mijn mail. En hier kan ik documenten vinden. Kun je die nou niet vinden, dan kan het ook hier staan. Hier kunnen ze ook onder dit rijtje kunnen ze staan. Ik ga hier naar documenten toe. En hier zie je al mijn documenten staan die ik al opgeslagen heb in de cloud. Wil ik nu een nieuw formulier maken, dan ga ik hier naar, ik zit dus in Docs en ik ga een formulier maken, een nieuw. Ik klik op maken en ik ga naar formulier. Hier kunt u allerlei gegevens invoeren die belangrijk zijn, zoals het naam van het formulier. Ik ga dit eventjes een hoe gaan we dit noemen? Een voorbeeld formulier. Dan kun je hier eventueel kleinere tekst invoegen waarmee je de mensen wilt overtuigen het formulier in te vullen. Nou, dat laat ik eventjes staan. En hier kunt u de vragen intypen. Hier heb ik vraag 1, voorbeeld vraag 1. Dus dit hier kunt u typen wat u wilt. Voorbeeld vraag 1. Dan kun je er een helptekst bij zetten, dat wil zeggen een instructie over de vraag. En dan kun je zeggen wat voor vraag het is. Je hebt verschillende types. Tekstalinea, meerkeuze, selectievakjes, kiezen uit een lijst, schaal of een raster. Wij gaan starten met meerkeuzevragen. En als je klikt op meerkeuzevragen, dan krijg je dit balletje. En hier kun je antwoorden neerzetten. Antwoord A. Klik om een optie toe te voegen. Je kunt op dit vakje klikken hier zo en dan krijg je een nieuw antwoord B en antwoord C. Zo kunt u heel makkelijk meer keuzevragen maken. Ik zeg nu dat deze gereed is. Wil je nou dat deze vraag per se ingevoerd wordt, dan kun je deze aanklikken en dan komt er bij de vraag straks een rood sterretje te staan, waarbij gezegd wordt dat het een verplichte vraag is. Hier ziet u nog staan, ga naar een pagina op basis van het antwoord. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Wil je nou een tweede vraag invoeren, dan ziet u hieronder ziet u staan voorbeeld vraag 2. Ja? En ik kan hier klikken op het pennetje en ik kan hem gaan bewerken. Dat wil zeggen voorbeeld vraag 2, weer een hulptekstje. Dit wordt een vraag met selectievakjes. Kiezen een andere vraag. Hier zetten we weer neer. Antwoord A. Klik op een optie toevoegen. Antwoord B. Optie toevoegen. Antwoord C. En wat meteen opvalt is dat je kunt hier wel aanvinken. Maak er een vereiste vraag van. Maar hier kunt u niks invoegen met op basis van het antwoord waar een persoon naartoe moet. En ik zeg hier gereed. Dan ga ik weer een andere vraag invoegen. Hier is nu de vragen zijn nu weg. Ik heb gereedelijk. Ik kan nu een item toevoegen op deze manier. En wat wil ik toevoegen? Ik wil een kiezen uit een lijst vraag. Dan komt dat automatisch daaronder te staan. Een vraag zonder titel. Dit is een vraag zonder titel. Weer een titel. En ik wil zeggen type vraag, kiezen uit een lijst, optie 1, optie 2, optie 3. Je kunt weer kiezen voor vereiste vraag. Ik zal dat een keer doen en ik zeg gereed. Op deze manier kunt u vragen toevoegen. Wilt u nou het pad bepalen wanneer of waar een persoon naartoe gaat, dan zag u hier staan, ik ga deze vraag even bewerken op deze pagina, en dan zag u hier staan, ga naar pagina op basis van het antwoord.
Wat je dan moet doen is het volgende. Je gaat een item toevoegen en je kiest voor pagina einde. Ik ga een pagina einde toevoegen. Dit is de pagina einde. Pagina titel kunt u invoeren en een omschrijving kunt u invoeren. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de einde van een enquête. Dit is het einde van de vragenlijst. Oh, ik vergeet de vragenlijst. Hier kunt u invullen. Dank u voor het invullen. En ik zeg gereed. Dit is het einde van de vragenlijst. Wat u hier nou ziet is dat u hier komt te staan nu naar pagina 1. Ik ga nog een item toevoegen. En ik ga nog een pagina einde toevoegen. En ik voer erin, dit is een pagina einde. Omschrijving van pagina einde. En ik zeg gereed. Dan ziet u hier dat er nieuwe pagina's zijn aangemaakt. In deze pagina kan ik bewerken, maar ik kan deze pagina hier gaan staan. En ik kan zeggen, voer maar een item in en ik ga nu weer een meerkeuzevraag toevoegen. Dat doet hij dus in de laatst aangemaakte pagina. Dus je kunt in elke pagina weer een vraag toevoegen. En dat is wel handig, want dan kan ik vraag zonder titel. Ik kan hier zeggen meerkeuzevraag, antwoord E, antwoord K. Ik kan nu dit opslaan, zeggen gereed. Nu ga ik naar mijn vraag 1 terug. Daar ziet u het rode sterretje staan, want ik heb gezegd dat het een verplicht antwoord is. Ik ga deze bewerken. En ik ga zeggen, ga naar de pagina op basis van een antwoord. En dan kan ik deze aanvinken en dan komt er hier iets te staan. Je kunt het pad dus bepalen door nu hier op te gaan staan en zeggen, als u antwoord A gekozen hebt, ga daar dan naar, dit is het einde van de pagina. Dit is dus de pagina waar ik een vraag 3 in heb gezet. Je kunt zeggen bij antwoord B, ga naar het einde van de vragenlijst, enzovoort, enzovoort. Als ik deze nu weer opsla, dan zou je denken dat je dat moet doen. Google heeft het zo voor elkaar dat dit automatisch opgeslagen is. Ik kan nu zeggen, sla dit op. Nu is hij bezig met opslaan en hij heeft nu hier het formulier neergezet. Wilt u het formulier bekijken, dan kunt u hieronder, ziet u de link staan. Die link wordt ook automatisch opgeslagen, maar in je documenten. Ik klik eventjes op deze link. En dan ziet u hier de vragen staan. Vraag 1, vraag 2, vraag 3. Dat was een andere vraag. Als ik nu hier antwoord A ga kiezen, en ik kies hier antwoord B. Deze hoef ik trouwens niet in te vullen, het is geen vereiste vraag. Dit is wel een vereiste vraag. Ik kies hier optie 2. Omdat ik hier antwoord A heb gekozen, zult u merken dat hij nu gaat naar, dit is een pagina einde. Hier kan ik weer een antwoord kiezen. Klik ik op vorige en ik kies hier antwoord B, dan zult u zien dat hij naar een andere pagina toe gaat. Zo kunt u dus bepalen welke kant een enquête invuller, vragenlijst invuller in moet slaan. Zorg ervoor dat je goed weet van tevoren wat je pad is. Dat je de vragen klaar hebt en dat je aan de hand van een papieren format deze lijst kunt maken.